Maar elke keer wil ik beter worden als dat ik gisteren was. Ik denk dat hij waarschijnlijk wel onzeker wordt. Ik wil gewoon de allerbeste zijn. Ik ben er klaar voor. De King of Kickboxing versus de Goliath. Oftewel Rico Verhoeven tegen Jamal Ben Sadiq. Ik heb er zin in. Ja, ik ben on fire. Ik ga er echt alles aan doen om die wedstrijd te winnen natuurlijk. Rico Verhoeven is 32 jaar. De Nederlander is de absolute nummer 1 van het kickboksen. Jamal Ben Sadiq is 1 jaar jonger en komt uit België. Rico is al 8 jaar wereldkampioen en heeft in zijn carrière 56 wedstrijden gewonnen. Jamal heeft in totaal 36 wedstrijden gewonnen, maar hij is nog nooit wereldkampioen geweest. In kickboksen is lengte en gewicht belangrijk. Rico is bijna 2 meter en weegt 121 kilo. Jamal is ruim 2 meter en weegt 123 kilo. Ik voel me heel erg gefocust. Ik voel me fit en ik ben er klaar voor. Dat geeft me de motivatie om iedere keer weer uit bed te komen, om de gym weer in te gaan. Al 2 keer eerder stonden de vechtersbazen tegenover elkaar. Touch gloves if you like. De eerste keer won Jamal Ben Sadiq. De tweede keer eindigde zo. Al zijn ze tegenstanders, Rico Verhoeven heeft veel respect voor de Belg. 100%. 100%. Ben Sadiq heeft een moeilijk verleden. Hij kreeg blessures, problemen met de politie en heeft kanker gehad. Wel 3 keer kwam de ziekte terug. Maar hij genas en is nu weer topfit. Het leven is vallen opstaan. En je bent pas een vechter wanneer je blijft opstaan. En dat is hetgeen wat ik weer heb gedaan. En dan op het allerhoogste niveau mee kan blijven sporten. Ja, niets meer dan respect.